Goedendag. Nog steeds toch wel echt zomerse dagen zoals er buiten uitziet. Veel zon, droog weer ook en de temperatuur in grote delen van het land zo rond die 25 graden. Vandaag ook wel veel wind, mooi te zien op deze foto. Uit het noordoosten, matige tot vrij krachtige wind. En de komende dagen zal dit weerbeeld nog wel even blijven, maar het gaat geleidelijk aan veranderen. De lucht hier wordt meer onstabiel. Om dat te laten zien heb ik de volgende kaart voor u. 500 hectopascal vlakte is op 5 kilometer hoogte. En dat geeft altijd wel een aardig beeld van hoe de weersituatie kan gaan veranderen. We zien op donderdagnacht nog steeds een uitloper van een hoge drukgebied zo'n beetje over de Noordzee liggen. En dat zorgt ervoor dat het hier nog steeds vrij rustig weer is. De koude poelen vinden we terug boven de Baltische Staten en tussen Groenland en IJsland. En als ik de animatie aan ga zetten, dan zien we geleidelijk aan dat er wat gaat veranderen. Want we zien hier heel duidelijk koude lucht afzakken richting Groot-Brittannië. Dat betekent ook wel depressievorming aan de grond. En dat gaan we straks ook heel duidelijk zien. En dat leidt er uiteindelijk toe dat we toch naar een andere circulatie gaan. Want de stroming die gaat geleidelijk aan toch echt wel uit het westen tot zuidwesten waaien. En dat betekent een ander weerbeeld met meer onstabiliteit. Zeker als die koude lucht aanwezig is bovenin, dan krijg je een onstabiele opbouw. En dat leidt dan tot buien of zelfs tot frontale storingen. Ook dat kan. Aan de grond zien we dat ook heel duidelijk. Dit is de kaart van vrijdagnacht. Dan is er nog niet zo heel veel in de hand. We hebben nog steeds te maken met een overwegend oostelijke stroming boven Nederland, met die droge lucht. Maar hier zien we al duidelijk wat buien boven Frankrijk. En dat gaat dus verder veranderen. Als ik de animatie aanzet, dan zien we heel duidelijk dat hier een lage drukgebied tot ontwikkeling gaat komen. En dat lage drukgebied, dat zal zelfs nog wat gaan opschuiven richting Groot-Brittannië na het weekeinde. En als dat dan eenmaal zover is, dan krijgen we echt wel te maken met ander weer. We zien veel blauw, dat betekent neerslag. We moeten er gewoon rekening mee gaan houden dat er volgende week zo af en toe best wel een paar stevige buien over kunnen trekken. Zaterdag zou dat al kunnen gaan gebeuren. Maar voor het zover is, eerst nog wel een paar dagen die echt wel zomers aandoen. Morgen bijvoorbeeld, dan is het 1 september en dat is de eerste dag van de meteorologische herfst. Nog niet de astronomische herfst, die begint nog niet. Hoe dat precies zit, kunt u in een andere video zien die wij vandaag hebben opgenomen. Dat moet u straks maar eventjes kijken hier op YouTube. Maar morgen doet het weer in ieder geval nog niet herfstachtig aan. Sterker nog, het is gewoon weer bijna zomers met 22 tot 26 graden. Flinke zonnige periode en nog steeds wel die stevige oostenwind. En dat geldt ook nog wel voor de vrijdag. Maar vanaf zaterdag zien we geleidelijk aan wel die neerslagkansen toenemen. In deze grafiek is dat nog niet te zien, want ik wil u eerst de temperatuur laten zien. Hier nog heel duidelijk op donderdag en vrijdag die 25 graden. Zondag en maandag ook nog steeds gewoon heel warm weer. Maar dat kan dus echt die onstabiliteit gaan toenemen. En op die zaterdag zien we wel wat onzekerheid. En dat komt omdat er een buienstoring dichterbij gaat komen. De vraag is een beetje, trekt die ten zuiden langs van Nederland of net over Nederland? En dat leidt natuurlijk tot grote temperatuurverschillen. In de buien zal het natuurlijk een stuk minder warm zijn. De neerslagkansen zijn overigens wel vrij groot hoor voor de zaterdag. We kunnen dat hier mooi zien. Duidelijk een grote kans op neerslag. En dat zijn dus echt wel buien die lokaal best ook flink wat water kunnen brengen. Zondag lijkt dan weer droog te gaan verlopen, maar de dagen erna ook nog steeds een grote kans op neerslag. En dat betekent dat de droogte langzaam toch een klein beetje aangevallen gaat worden. Want dit zou zomaar volgende week regionaal 30 tot 50 mm neerslag kunnen gaan opleveren. Nog een fijne dag. Thank you.